Er is weer een pakketje binnen. Mooi rijtje zo, hè? Kikken, hè? Ja, heel tof. Ons behangetje ophalen die binnen was gekomen voor het plafond in de voorraadkast. Het is dag 2 en we hebben de andere hulptroep ingeroepen. En zij heeft zo'n mooie bos met krullen, maar die had ze dus al van zichzelf. En nou gaat ze dus mij even een cursus geven. Vergeet niet gebruik te maken van je 45% code. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve patatties, welkom bij weer een nieuwe video. Er is weer een pakketje binnen. Oh, ik heb daar zoveel zin in. Ik heb weer een hele mooie samenwerking met Decennio. En ik kon dit keer helemaal losgaan voor posters op de zolder, maar ook in het huis. Maar we willen dus wel een beetje in het thema gaan doen die we natuurlijk hier op de zolder willen gaan doen. Dus ik heb heel veel zwart-witte posters uitgekozen. Goed ingepakt. Nou, dit gaat Jessie wel leuk vinden, de bubbels. Lijsten. Ik heb dit keer niet voor wit gekozen, maar dus voor zwart. En allemaal dezelfde maat. Hier zitten ze in. There is art inside. Hatsiflatsi. Oh. Dit is de collectie geworden, jongens. Oh, ik ben er zo verliefd op. Waar staan ze, poepie? Zo. Mooi rijtje zo, hè? Kikken, hè? Ja, heel tof. Ze passen allemaal zo goed bij elkaar. Ja, dat zwart-witte is ook gewoon heel gaaf, hè? Ja. Ik vind het ook heel vet. You can go your own way. Your own way. Van Fleetwood Mac. Ja. Ja, alleen. Ik had ze dus bedacht eigenlijk in de overloop. Ja. Maar goed, ze passen daar sowieso niet allemaal, denk ik. Nou ja, misschien hier wel. Ja, misschien toch wel hier. Die muur. Maar ik had ook helemaal in mijn hoofd om deze muur helemaal te doen. Maar op een of andere manier had ik het dakbord helemaal geblokt in mijn gedachten. Weet je wat mij ineens te binnen schiet? Nou. Even mijn vrouwens. Nou. Hoe vet is het als we hier op het plafond een heel grote neon dingen doen? Ja, dat kan ook heel vet zijn. Het is een beetje donker hier. Ja, ik dacht ik doe het licht aan, maar het staat al aan. Ja. Omdat de hal nog niet aanstaat. Maar ja, zeker. Alleen dan hebben we wel weer een lichtpunt nodig, zeg maar. Nou, niet lichtpunt. Het moet gewoon stroom doortrekken vanaf daar. Ja. Dan is dit ook altijd aan met dat. Ja. Nou ja, sowieso wordt het heel vet. Kijk, het is nu allemaal nog wit en zo, maar dit wordt natuurlijk allemaal in kleur. En... Ja. Dus ik was wel even benieuwd ja, of ze dan allemaal zo hier zo... Het moet een beetje een voorspel zijn voor wat er voor de rest gaat komen, zeg maar. Zo'n soort entree. Ja. Van we gaan nu switchen van sfeer in het huis. Was die artiest er ook wel bij, hè? Ja, nee, want ik had namelijk ook bedacht... Ik dacht eigenlijk van, oh, dat is ook wel tof als we deze hele muur zo vol hangen. Maar ja, ik had deze joekel even niet... Dat kan toch? Ik weet niet, ik had hem een beetje geblokt, zeg maar. Ja, nee, het kan wel, zeker. Maar goed, als je die hierheen doet en je doet deze open, dan zit die er wel tegenaan. Dus daar moet je wel mee uitkijken. En ook met natuurlijk het gooien, ja, dan wil je niet... Ja, dat zou ik wel doen, maar gewoon buiten het veld. Dus hier gewoon. Ja. Dat kan ook, kun je hier twee doen of zo. Nou ja,
We moeten even kijken, want sowieso wilden we natuurlijk eigenlijk alles gewoon vol gaan hangen op een gegeven moment. Hè? Ja. Gewoon daar. En we hebben hier nog schilderijen van je pa gekregen. Die zijn dan weer cool om hier te hangen. Hebben we dat überhaupt al verteld? Weet ik niet eigenlijk. Een van mijn grootste leermeesters en ook de beste vriend van mijn vader in Nederland. Die is... Het is ook al 6. Nee, ik had iets met jou, hè? Ja. Ja, 4, 5 dan. Geleden overleden, ineens. Ja. Die was echt niet kapot te krijgen, die vent. Dat was echt... dat was een echt keiharde. En, maar ja, ineens kreeg hij iets in zijn hoofd. Die is overleden. En die had dus een restaurant. Die heeft heel veel restaurants gehad. En ook een beetje verzamelwoede. En die hebben ze dus gevonden ergens in een oude loods van hem. En die zijn dus met de hand geschilderd. En zijn echt oud Italiaanse reclameborden. Ja, daar staat er nog één. Heel leuk. Ja. Zeker, dus die gaan ook nog wel een leuk plekje krijgen. Waarschijnlijk bij de bar. Ja, dat lijkt me wel, ja. Ja, en ik heb natuurlijk hier nog mijn trompethandje, zeg maar. Trompet. Jouw creatie. Viva la mama zelf gemaakt, ja. Maar goed, die zou ik eerder misschien, ik weet niet, misschien toch weer buiten of zo. Straks in de keuken wil je? Ja, in de buitenkeuken. Ja. Zou eventueel kunnen. Ja, we hebben ook dat gele. Die gele kussen daar. Ja. Dus het kan. Het kan allemaal. Maar ja, hier ben ik echt super blij mee. Super. Dus daar gaan we nog even een mooie styling op doen. Heel blij mee. Toppie. Ik vind sowieso dat het dan... Ondanks dat we nog moeten verven en zo, dat dan met dit soort dingen gewoon al zoveel meer sfeer komt. Ja, absoluut, ja. 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 Alleen gaan we deze nou net weer niet hier hangen nog, maar in de hal. Nee, maar ik heb maar... het ook over het hele huis. Ja, ja, ja. Zeker. Ja, als we in huis niet aan het klussen zijn, dan doen we het wel ergens anders. Ja. We gaan vandaag naar mijn moeders, want die heeft een nieuwe keuken gekocht. Yes. Maar dan moet eerst die oude eruit. Daar vallen ze eruit. Ja, dus we gaan weer even terug naar ons logeeradres. Ja, nou, logeer anderhalf jaar. Anderhalf jaar logeeradres. Ja, en nou, ze heeft gisteren al een hele hoop gesjouwd. Ja. Maar heb ik gezegd, dat moet je niet meer doen. Ja joh, we komen morgen met z'n allen. Doe dat nou even lekker niet. Nee. Maar ja, ze willen natuurlijk graag helpen en alvast voor. En enthousiast. Dus dat snap ik. Want toch fijn. Dus ja, lekker nieuw, lekker nieuwigheid. Ja, want ze heeft nu al een nieuwe vloer. En we hebben natuurlijk afgelopen jaren hebben we de badkamer gedaan. En het toilet laten doen. Ja, een nieuwe vloer dus. En dan is het nu tijd voor de nieuwe keuken. Ja. Want ze heeft zoiets van, nou ja, dit is waarschijnlijk de laatste keer dat ik dit allemaal ga doen. Dus ik ben blij. Deze keuken zit er echt al pieplang in. Ja. Echt al heel lang. Een hele mooie kookplaat gekocht, zag ik. Ja, die moet er ook nog nieuwe in. Oven, nieuwe vaatwassen, ja. Ja, alles is nieuw, behalve de koelkast, want die is net nieuw. Ja, die allemaal. Dus ben benieuwd. Dus. We gaan eerst slopen. We gaan het lekker, slopen. Nou ja. Ja. Netjes eruit halen. Ja, we gaan en die kasten die... We gaan niet meer verkopen, dus netjes hoeft het niet. Nee, we moeten wel uitkijken voor die nieuwe vloer natuurlijk. Dat is dan weer wel een punt. Ja. Let's go. Let's go. Het laatste kastje.
thuis in onze eigen verbouwing. Nou, hier ziet het er toch weer al een stuk beter uit. En terwijl Sergio en Marius toch nog even naar de Hornbach moesten om wat te halen voor bij mijn moeder, kon Sergio mooi even ons behangetje ophalen die binnen was gekomen voor het plafond in de voorraadkast. Are you ready? Are you ready? Hij kan er nog niet op, volgens mij, want Sergio die moet nog een beetje stukken. Maar we gaan hem zo wel even een klein beetje uitrollen om even te zien hoe het staat. Maar ik ben er echt blij mee. De rol ziet er echt super chic uit. En de kleuren passen gewoon heel goed bij nu de ombouw. En het muurtje hierachter, die natuurlijk dezelfde kleur heeft als het andere roze in de woonkamer. Zoals die. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat staan zo hierboven. En dus ook daarboven uiteindelijk. Hè, schatje? Yeah. Ja, ik ben aan het stoeien met de lampen. Ja, Sergio zijn aan het stoeien met de lampen. Want we hebben ze dus eigenlijk allemaal van Kalex. Ja. Maar daarom blijkt wel dat als je er heel veel hebt, dat het af en toe een beetje een storing geeft. En dan gaan ze weer knipperen, moet je ze opnieuw verbinden. Het kan soms een beetje irritant zijn. Nou ja, tot voorheen gingen ze dan inderdaad knipperen en dan moesten ze opnieuw linken. Maar dat lukte dan gewoon. Maar nu krijg ik die elke keer gewoon niet meer gelinkt. Oh. Die komen gewoon niet meer terug in de pairing mode. En ik kan ze nu wel in de groep zetten, maar dan nog steeds niet bedienen. Oh. Ja, maar nou is deze weer offline. Ja, dan word je een beetje krankjoren van. Ja, dat is mega irritant. Ja. Ik heb al een keer gemaild met ze. En zei ze dat het aan de lichtschakelaar lag. Nou, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee. Maar we hadden al gehoord hè, van die man de techneut. Die zei, ik bel hun niet meer op, want er is echt, het is echt niet te praten met die gasten. Nee. Dus helaas. Ik ga maar gewoon koken, dat maakt me rustig. Oké. Okay. Ga ik een schnitzeltje maken? Of wil je biefstuk? Maakt me echt niet uit. We gaan het tot 3 tellen en dan roepen we allebei wat we willen. Ja, maar ik weet het niet. 3, 2, 1. Biefstuk. Ja, telepathie, jongen. Telepathie. Four hands, one body. Four hands, one body. Nou, Jesse Silver, die ligt helemaal uitgeteld op de bank. Dat is ook vermoeiend, keukens lopen. Die is echt in de auto helemaal weer in slaap gevallen. Dus we hebben hem even op de bank neergelegd. Zo, nou. We gaan lekker eten. Hey, en dan laten we ze. Ja. Kom, picknick. Oké, dat is mooi. Dat is helemaal toppie. Delen. Ja. Oké, okay, ik ga eventjes het behang uitrollen over de tafel. Oké. Okay. Zo, dit is hem uitgerold. Kun je nog wat zien met de plaatselijke mist? Het is dag 2 en we hebben de andere hulptroep ingeroepen. Die is bezig met de wastafel, zei jij? Ja. Wastafel? Ja, voor de wastafel. Ja. En Jesse Silver is ook aan het helpen met hele mooie tekeningen maken. Ja, voor mijzelf. Ja, voor jezelf en voor ons. Voor nou, hij heeft ook heel goed geholpen met onze kastjes. Dus er staan er al 2. En de volgende is in de aanbouw. Deze moeten we even goed kijken. Even goed kijken, even geduld. Nou,
Ik scheurde me ondertussen helemaal kapot. Dus mijn trui is al uitgegaan. Ja, wel echt smekkie. Ik ben gewoon niet. Ja, dat is het. Loopt ze met de vest. Godsamme. Ja? Sowieso. Maar. Ik doe dat wel. Ja, jammer. Ja. Hoppakee. Goed zo. Sergio is even terug van de spulletjes halen. Hi. Hi. En we zijn inmiddels zover. Zo, Meta is gezellig op bezoek. Hallo. Mijn lieve vriendinnetje die ik door dit vervelende traject hier zo heb ontmoet. Er zijn ook nog leuke dingen aan. En zij heeft zo'n mooie bos met krullen, maar die had ze dus al van zichzelf. En nou gaat ze dus mij even een cursusje geven. Het ging al redelijk, maar ik denk dat het nog beter kan. Dus misschien hebben jullie daar ook nog wat aan, jongens. Zij heeft dus wel een echt super deluxe Dyson. Oh ja, kijk, zo'n kop heb ik dus ook inderdaad. Het heet een diffuser. Een diffuser. En een... En je hebt heel veel feunen die dit dus hebben wel. Ja. Maar de luchtcirculatie van de Dyson is toch anders. Ja. Waardoor je dus... Ja, eigenlijk kan ik met geen enkele andere feun mijn haar zo krijgen. Echt niet? Ja. Gewoon, wauw. Tenminste, okay. Dat is mijn ervaring. Ja, maar kijk hoe mooi haar krullen zijn gewoon. Ja, dat wil ik. Dat wil ik! En je gebruikt de... Deze zei jij, hè? Dat is de enige die jij gebruikt? Ja, moes. Moes. En een spuit met water. Ja. Om je haar heel nat te houden. En dan kan je dus met die feun die krullen heel mooi krijgen. En doe je het dan gelijk na het douchen meestal? Ja, moet gelijk. Moet gelijk, oké. Je kan dus niet eerst je haar op laten drogen, want dan gaan we pluizen. Zoals dit. Dus we gaan het eens proberen of het bij jou ook... Nou, ik heb dus gisteren mijn haar gewassen. En toen heb ik het wel met mijn gewone feun, noem ik het maar even, wel met zo'n diffuser erop, zo gedroogd. Maar je ziet dus wel dat het echt heel erg pluist. En ik vind ook dat hier zo... Ja. Dat kan is ook plat. Ja. Dat is dan beter. Ja. Ja. Oké. Okay. Dat gaan we eerst doen. We gaan haar nat maken onder de kraan. Ja. Oké. Okay. Ja, ik had er dus expres even geen... Moet je ook een handdoekje even hebben? Ja. Deze? Ja. Ja, moet je even goed nat. Ook dan... Die krullen worden ook moeilijker nat, hè? Ik had gisteren voor het eerst een echt keertje. Oh ja. Heb je wel eens haarpijn? Niet meer, heb ik vroeger gehad. Ja. Als kind. Zeker als ik ziek was, mocht mijn moeder niet aan haar komen. Is dat zo goed? Ja, denk ik wel. Ja. En dan inderdaad snel even in deze handdoek. Als je het over, doe je dat ook altijd? Nee, niet afdrogen. Oh. Nee, draaien. Ja, even op je hoofd draaien gewoon. Nou, kan nu ook zo laten, ja. Okay. En dan doen we even afvullenmoes. Ja, dat is goed. Oh mijn god, kijk, zo is het nou. Als ik uit de douche kom, is het vaak nog platter. Ik ga even veel moes erin. Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd. Wat mij ook werkt. Ja. Nou, dat is ook wel lastig. Je bent dan eigenlijk een beetje nieuw met dit. Dan denk je wel, ja, welke producten moet ik nou gebruiken? Nou ja, dit werkt wel. Ik hoor ook heel veel over die curly method of zoiets. Ja, dat is volgens mij een beetje hetzelfde als dit. Oké. Okay. Maar omdat je dan ook met zo'n speciale feun gaat. Oh, hij ruikt heel lekker. Ja. Oh, dat vind ik ook zo belangrijk. Ik ruik altijd eerst aan alles. Wat doet dit en hoe ruikt het? Wat is dit? Eigenlijk even je hoofd, zo meteen eerst even je hoofd voorover gooien. Oh, die ga ik sowieso ook kopen, want die ruikt echt heerlijk. Ja, ik heb er even meegenomen. Echt? Ja. Oh, I love you. Even voorover gooien. Zo. Dat is nog niet zo heel veel om voorover te gooien. Nee, maar toch. Dus even de onderkant. Even naar achteren gooien. Dat zie je nu al. En zo naar achteren gooien. Dat gaan we even zo doen. Wow, ik zie het nu al. Ja, het is...
was dit nu kluis? Zeg dat kluis opgedroogd? Ja. Nu krijg je echt gewoon in de. In een echte krul. Ja. Nou, kijk dan, jongens. Echt, die krul zit er echt super goed in. En mijn haar is nu veel compacter dan zo net. Perfect. Toch? Ja, echt, hè? Ja, echt perfect. En dat is nu gewoon. Alsof je net van de kapper komt. Ja, het is gewoon compact nu. Ja. Echt heel goed. Ik ben er blij mee. Nou, gaan we lekker eten nu. Zo, dag 3. En er staan al wat kastjes. Ik en zus hebben weer een hele grote kast in elkaar gezet. Yeah. Nou, zo schiet het op. Zo, en ook de hele voortuin is weer leeg. Zo, we zijn weer terug van dag 3 van het klussen bij mijn moeder. We zijn nu weer lekker thuis. En zij is dus weer goed aan het koken. We zijn nog steeds prima bezig. En Sergio heeft een heel lekker vleesje gemaakt. Plek 1 dus, hè? Ja, plek 1 is roastbeef. Heel kort gegrild. Zinvol peper en zout. Op een beetje van sla en een beetje kipsla met linzen die we hadden. Parmezaanse kaas, beetje olijfolie. Lekker. Oké. Jessie is weer helemaal wakker terwijl het al treintje is om naar bed te gaan. In de auto was hij helemaal in slaap gevallen. Ik weet niet wat het is. Hij kan ook niet stil liggen en zo. Nee. Hij is heel heen en weer aan het gaan en zo. Dat ik denk van ja, doe nou eens even rust. Het lijkt wel alsof hij gekieteld wordt de hele tijd. Kleine man is moe. Kleine man is moe. Ze hebben lekker op de computer gespeeld. Van de PlayStation. Boy. Superleuk. Eigenlijk hetzelfde als het robotmannetje wat we deden. Wel bewegingen en zo wel. Ja, ja, en lijkt ook wel een beetje op. Maar dan, we zitten in een knutselwereld. Ja. En alle inwoners van het dorpje die zijn opgeslokt door Vex. Oh. Ja. En er is een hele hoop tumult ontstaan. Oh. En al onze vriendjes zijn gevangen genomen. En die moeten wij gaan bevrijden. Oh. En Jess? Ja, ik vind hem ook echt heel leuk. Hij is wel leuk. Hè? Ja, en we kunnen hem samen spelen. Dus dat is ook heel leuk. Ja. Ja, dit is nu even zo'n rustmomentje voor ons. Maar voordat we deze video gaan afsluiten, vergeet niet gebruik te maken van je 45% code voor Decennio. Kortingscode is Sergio René. De link die je moet gebruiken zit in onze omschrijving. En hij is geldig van vandaag, 17 januari, tot en met 26 januari. Dus wees er snel bij. 45% weer, dus heerlijk. En waarschijnlijk in de volgende video, of misschien ietsje later, gaan jullie zien hoe wij onze uitgekozen posters weer op gaan hangen. Echt super veel zin in. Echt weer, even weer iets anders. Het maakt het weer net even wat meer af. Laat even weten of jij ook wat besteld hebt en wat je dan besteld hebt. Voor waar en zo vinden we altijd leuk om te weten. Voor nu zeggen we weer bedankt voor het kijken. Vond je het weer een leuke vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten. En dan zien we jou weer heel graag bij de volgende video. Ciao!